Vandaag heeft Maarten een heel mooi pakketje bij zich in een zacht hoesje. Hij is ook door de brievenbus gevallen, maar nog steeds heel. Wat heb je bij je, Maarten? Het is een Alienware laptop. Ah, fantastiek. Nou, ik zal hem er even bij pakken. Ja, haal hem er eens uit. Dit hoesje, dit is een heel mooi zacht hoesje. Ja. Zit er wat kattenharen op. Want ik heb hem afgelopen maand thuis getest. Ja, hij is wel heel zacht. Je hoeft er niet een zakdoek te gaan gebruiken. Dit is dus een Alienware laptop, de M14X. 14 inch dus. Maak hem maar open. Ze hebben al de 11 inch, ze hebben al de 15 inch, ze hebben al de 17 inch. Maar dit is... Dit is de 14 inch, de tussenmaatje. 14 inch. Het is een, dus een tussenmodelletje. Ik ga eventjes op, hoppa. Inloggen. Nou, het leuke ervan is dat je gelijk een error hebt. Hoppa, ja, dat is kak. Nou zeg, en er zit aan deze kant dan. Oh, kijk. Goed, okay. Yes. Het leuke ervan is dat het design, dat is echt kenmerkend Alienware. Vroeger waren die Alienware bakken lelijk, jongen. Die waren zo lelijk. Grote monsters van dingen. Game laptops sowieso, hè? Ja, maar dit game laptops zijn voornamelijk lelijk. Ik vind deze serieus echt mooi. Kijk even hoe die, als je hem uit hebt. Hij weegt een kleine 3 kilo. Als je hem uit hebt... Het ziet er wel slik uit. Het ziet er redelijk slik uit. Het is ook een soort rubber laagje dat je grip hebt op je laptop. Ja. Wat ik ook leuk vind is dat de stroompunt... Zit aan het achter. Alsof hij een kontje heeft. Je ziet dus als je hem open doet, je ziet dus hier al gelijk weer lichtjes en mooie toestanden. Duurt even, Alienware oogjes. Maar oké, het ziet er slik uit. Ja, zelfs de achterkant is mooi. Je kan hier je naam in laten graveren als je dat wil. Maar het ziet er slik uit. Maar een laptop om op te gamen, dat is toch een beetje zeg maar als rolstoeltennis? Jij speelt veel StarCraft, hè? Als je dan eventjes bij iemand gewoon thuis wil spelen, dan neem je dit ding mee. Zet je alles op ultra max en dan draai je met deze i7 processor van Intel. Draai die shit gewoon. Maar al snel zul je merken dat, want hij is best wel krachtig. Hij is echt serieus krachtig. Er zit een goede processor, een goede videokaart. En het probleem is alleen dat bij mijn MacBook bijvoorbeeld, waar ik dan ook af en toe nog wel eens WoW of StarCraft op speel, die wordt echt heel erg warm. En deze, hij wordt gewoon niet warm. Okay. Als tegenprestatie gaat hij wel een teringherrie van je welste maken. Hij gaat echt... Alsof je zeg maar bij Schiphol geluid zou vast hebben. Bij baan 11, okay. Jongen. Het is echt niet normaal. Maar dat zie je ook wel. Hè? Het is flinke ventilatiegaten hier. Dat is echt. Maar dat is alleen maar goed natuurlijk. Je wil niet dat hij te warm wordt. Maar je gaat los als een malle. Ben je heel erg enthousiast over? Ik ben er heel erg enthousiast over. Ik vond voornamelijk, vind ik, al die gaming laptops die wij hier in de loop der jaren al binnen hebben gekregen. Vind je een beetje bakstenen? Ik vond ze best wel lelijk. En om eerlijk te zijn, ik hou wel van design. En het is niet zo dat je zegt van wauw, dit is even een concurrent voor Apple, maar het is wel gaming gear. En dit ziet er gewoon strak uit. Maar op een Apple ga je toch niet gamen? Nee, dat hoort ook helemaal niet op een Apple, maar Apple heeft wel een mooi design. Ik wil het eventjes, het is natuurlijk een laptop. Ja. En voor een laptop, een game laptop, vind ik dit gewoon een heel net laptopje zo. Vind ik helemaal niet lelijk. Deze kost €1200. Maar stel je voor, ik heb nu dadelijk, ik haal Battlefield 3. Dan kan je dat hierop spelen. Alles op zijn max. Nou, dat max, dat weet ik niet. Ik ken niet de specifieke specs nog van Battlefield, maar... Je komt een heel eind, want hij kan gewoon, hij heeft een onwijs hoge resolutie, de videokaart is goed, 1,5 GB zit erin. De processor is snel genoeg, het is quad-core man, kom op, hier kan je gewoon hartstikke veel mee. Hier kan je gewoon keihard op gamen. Maar wat ga je er nu mee doen dan? Want... Je hebt erop gegamed? Nou ja, ik ga hem eerst even beoordelen. Want ik heb hem nu, een maand, maar ik denk dat ik hem een kleine 2 weken heb getest. Ja? Ik begin een beetje gehecht aan te raken eigenlijk, om eerlijk te zijn. Je ziet ook al kattenhaar hier aan de hoesje. Ja, ik zal dit even wegleggen. Maar al met al, wat vind je er nou van? Nou, als ik uit 5 sterren eventjes een beoordeling ga geven, dan geef ik hem 4 sterren. Net aan. Eigenlijk een maar waarom? Nou, ik vind het gewoon heel goed. Ik ben er heel blij mee. Hij ziet er goed uit. Hij heeft goede prestaties. Hij is echt retersnel voor een laptop. Hij is wel wat prijzig, €1200. Ik bedoel, daar koop je ook een monster PC voor. Maar daartegen is het 14 inch en heb je hem zo hier zo in je handje. In je boekzak. Je loopt overal naartoe. Het is een handzaam formaat, niet te zwaar. Je stopt hem zo in je tas. Gewoon niks aan het handje. En eigenlijk het allerbelangrijkste vind ik, is dat hij gewoon retersnel is. Klaar. Niks aan het handje. En daarom vind ik het ook heel vervelend. Dat we deze dus weg gaan geven. En ik heb het over deze. Deze die ik nu 2,5 weken bijna maand heb. Neem hem even in beslag. Weet je gaat nu afscheid nemen. Ja, ik ga hem nog wel een weekje gebruiken, denk ik. Ik bedoel, geen traantjes later.
Ja. Nee, we gaan hem weggeven. Dat gaan we doen via Twitter. Daarvoor moet je ons volgen. Ons Twitterkanaal is @powerlimited. Volg ons en binnenkort gaan we een actie doen waarbij jij hem kan winnen. En dan is wellicht deze Anywhere laptop. Daar heb je geen fuck voor te doen. Je moet ons gaan volgen en waarschijnlijk retweeten als wij erover tweeten. Dat is het. Dat is het. Is het zo simpel? Dus je kan je naam graveren. Godverdomme, het is gewoon zo simpel. Het is zo simpel. Kijk even uit, je moet weg. Ja, sorry. Hier. Nee, je mag er niet meer. Zo.